Kindje, zie je het meenemen voor vakantie? Johnny staat al bij de kassa. Klaar om op vakantie. Ballonnen. Cadeautjes. Daar is het zo gezellig hier in Sam. Mini loopt nou op naar het winkel. Dat is ballon. Oh, bolletjes graag. Is het daar? Superleuk. Ja. Oh, kijk dan. Doe jij Luxie? La 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 la. Kiss. Hi. Knuffeltje voor je. Ja, ze zegt thee. Lekker op. Bij het restaurant. Bon appétit. Wij zijn de Bega's familievloggers. En vandaag gaan wij op vakantie, maar niet zomaar. Sammy gaat mee. Gaat Sammy mee? Ja, want we gaan even naar het Lando, één weekje. Maar als hij thuis blijft en een hele weekje in die kooi zit. En terwijl dat we niet soms eruit halen. Terwijl dat helemaal alleen is. Ja. Dat zou echt heel sneu zijn. En ja. Zo kan hij ook niet één weekje in zo'n kooi leven. Nee. Dus we gaan hem meenemen. Dus ik laat zien hoe ik hem in het bakje ga doen. En zo ga ik alles vertellen wat er gaat gebeuren. Oh, oké, jongen. Ik ben benieuwd. Eerst, ik deed er even een mooi lekker knabbel dingetje. Mm-hmm. En eten. Nee, niet uit. Nee, niet naar beneden. Nee, nee. Kijk, we gaan niet naar beneden toe. Niet naar beneden? Nee. Niet nee, naar beneden? Denk niet naar beneden. Kan ik jou pakken? Hij doet dat gewoon. Hij zit in de buis. Ik kom wel naar boven als je een koekje pakt of zo. Daar komt hij weer. Sammy, wil jij toch mee op vakantie? Wil je toch nog heen? Wel. Ja, kom maar kijken. Ik heb een kopje boven. Hij denkt, mag ik opeens Sammy? Mee? Jij mag mee op vakantie, Sammy. Ja, dat is leuk. Zal ik mee pakken? Welkom, jongeman. Jongeman. Die één weekje in een reiskoffer gaat. In een reiskoffer? Hey, zeg toch niet in een reiskoffer? Ja, dat is een koffer. Ga je hem in de koffer doen? Nee, joh. Oh, zo dan? Noem je dat. Zo noem je dat. Oké. Okay. Maar ik zou het even vertellen. Ja, vertel maar. Nou, wat gaan we doen? Ik denk dat je dat net wel ook al wou vragen. Ja. Zo'n klein koffertje, daar kan hij niet in slapen en eten en drinken en een hele week. Lekker in spelen in een hele weekje. Nee. Dus we gaan ook eerst even voordat we gaan, gaan we ook even naar de dierenwinkel om een groter koffertje mee te nemen. Want Sammy kan niet in zo'n klein koffertje een hele week. Een kooi bedoel je? Een kooi? Ja, dat noem je toch een kooi? Kijk. Oh, je vindt het een koffertje met de handvaten. Oké. Luan noemt het een koffertje. Dat is goed, jongen. Ja. Dus we gaan naar de dierenwinkel om een grotere kooi, zo'n kooi zeg maar, te kopen. Maar niet zo groot, maar ietsjes groter misschien dan die en iets kleiner dan die. Zodat we die dus mee kunnen nemen op vakantie. Iets zo van één verdieping. Dat ja. Dat alleen dit is en dat dit stuk er dan af is. Ja. Denk zo'n maat iets. Ja, en die dus kunnen we dan altijd gebruiken als we op vakantie gaan. Langer dan een week. Ja, langer dan een week. Nou, Sammy in het leuke reiskoffertje, zoals Luan het noemt. En dan gaan we eerst zo even naar de dierenwinkel voor een grotere kooi, hè? Oh, kijk, hij zit zo lekker te knabbelen. Gelukkig. Kijk, hij heeft het helemaal naar zijn zin in je kooitje, jongen. Yeah. Goed gedaan, hoor, jongen. Hartstikke ja, goed gedaan. Ja, ik wou wel een beetje lekkere eten en dingetjes. Ja, dat heb je keurig gedaan. Ja, nou, zeg maar even doei tegen je kamer. Hey, en tegen je kooi. Kamer. Nee, maar Woes en Pip gaan wel mee. Alleen Sammy mag boven het huisje en Woes en Pip beneden het huisje. Nou, schoenen en de jas aan. En nu de auto op alfabetische volgorde inpakken. Ja. Er is nog een klein verrassing. Ja. Mama zus, die blijft ook een nachtje bij ja, ons slapen. Die moet ik om 3 uur van het station halen. En dan ziet ze de eerste keer mijn hamster. Leuk, hè? Goedemorgen, meisjes. Goedemorgen. Zijn jullie aan het kokkerellen in de zomerkeuken? Ja, wel met deze wat in de zomer. Gaan we in de auto naar Bollo toe, hè? Nou, nu al ben je er klaar voor, jongen. Ik ben er helemaal just to the west klaar voor. Zeg maar, dag, knushuisje. Ga je missen. Met het zonnetje in ons gezicht sluiten we hier ons heerlijke huisje af. Ja. En de auto staat al bepakt en bezakt voor. Alle kinderen zitten erin, alle dieren zitten erin. We hebben hier Woesel, we hebben Luxie, we hebben Pipje. Daar hebben we Luan, Lucilla en Sammy. Ja. Dat is gezellig, jongens. Sammy gaat eindelijk mee. Voor de eerste keer. Ja, voor de eerste keer. Nou, bepakt en bezakt. Deurtje op slot. Kinderen, gaan jullie in de gordel? Ja. Ja? Ja, maar dag, huisje. Dag, mooi huisje.
huisje. Op naar Alden. Alden? Alden. Alden heet het, hè? Alden. We hebben een tussenstop gemaakt in het winkelcentrum. Even wat leuke cadeautjes nog gekocht voor Danai, ons nichtje die straks gaat komen. Maar we gaan nu eerst even naar de dierenwinkel. Wat gaan we daar doen, kinderen? Een kooi voor Sammy halen. Een kooi voor op vakantie. Nou, kijken of we een niet zo hele grote kunnen vinden. Hier, Luan. Daar is de fietsenwinkel. Je bent één te ver. Hier moet je naar binnen, jongen. Ik zie wel een Ja, maar we gaan voor een hamster kooi. Zo. Hier hebben ze babyhamstertjes. Zie je dat? Dat is schattig. Ja, daar. Lieve, kijk, ik kan even kijken. Ah, schattig. Hé, maar we gaan even voor een kooi, jongens. Ja. Even kijken. Daar hebben ze hier een kooi. Toen we die kooi gingen halen, stonden ze ergens... Hier? Hallo, sorry. Hoi. Ja, we zoeken een hamsterkooi. Oh, daar. Oh, kijk. Even kijken. Ah, super. Ja, toppie. Dankjewel. Kijk, Luan, hier hebben we ze. Eens even kijken. Eentje die niet zo heel groot is. Welke kunnen we meenemen? Wat vinden jullie? Die is zo goed. Even staan. Even staan. Kun je het neerzetten? Ja, maar deze is te groot. Ik denk dat deze wel heel goed is, Luan. Kijk, deze is niet zo heel erg groot. Maar er zit een klein ratje in, een huisje, drinkbakje en alles. En die kunnen we goed meenemen voor vakantie. Zie je dat? Ja. Kijk, dan hebben we hier een klein huisje. Daar kan hij dan slapen. Er zit zelfs een klein ratje in. Dan kan hij daar aan lopen. Even kijken. Kijk, daar hebben we het ratje. En een flesje voor water. Ja, dan kan je hem verschonen. En Luxie zit helemaal naar de visjes te kijken. Luxie, zie jij visjes? Waar zie je visjes dan? Dat zijn de visjes, hè? Die zijn mooi. En daar? Ja. Wat zegt een visje dan? Blup, blup. Blup, blup. Nemen we deze mee. Gaan we naar de kassa. Oké. Nou, kom maar, Luxie. Gaan we naar de kassa. Wil je die vasthouden? Nou. Luan die staat al bij de kassa. Wat zit hier? Lorre, lorre. Is dit jullie huisje? Leuk, hè? Nou, jongens, wij zijn er klaar voor, hè? Wij kunnen op vakantie. Klaar om op vakantie te gaan, hè, jongens? Nou, op naar papa. Kijk eens, vader. Kijk eens, vader. Dat is een mooie kooi. Ja, ja, die mag achterin. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kapitaal, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kapitaal. En we zijn uiteindelijk aangekomen bij Lando Aldenhof. Als ik het goed uitspreek. Oh, het ziet er wel weer heel erg gezellig uit, kinderen. Ja. Yeah. Het is weer lekker in het bos. Ja, in het bos. Zullen we ook weer open klus in het bos. Jongens, dat zijn die leuke... Oeh, ja, dat is ja, lekker. Ja, dat is leuk. Leuk, hè? Zo, we zijn er dan. Lekker uitgestapt. We hebben de honden mee, de kinderen mee. En wie hebben we nog meer mee, jongens? Sammy. Sammy gaat ook mee, want we kunnen nog niet in ons huisje. Dus we gaan hier eerst eventjes lekker lunchen doen, denk ik. Ja, we kunnen Sammy natuurlijk niet uren in de auto laten zitten. Dus die gaat gewoon in het meenemkoortje even mee naar binnen. Zodat we Sammy even eruit kunnen halen, hè? En even kunnen knuffelen. Ja, het is echt grappig, want je bent nou echt op vakantie met Sammy, Luan. Kijk, hier hebben we het winkeltje. Luxie heeft Bollo al meegenomen, Luxie. Kan je Bollo nog zeggen? Zeg eens Bollo. Luxie's woordje, Luxie kan Bollo zeggen. Dat hebben jullie in een vorige Bollo-uitje gezien. Oh, kom maar, schatje. Goed zo, jump. 1, 2. Jump. Goed zo. En hier ergens moeten we naar binnen toe. De kerstboom die staat er al. Oh, dit is een grote kerstboom. Dat is een grote kerstboom. Altijd leuk om weer ergens terecht te komen waarvan je nog niet weet hoe het er allemaal uitziet. Leuk, hè? Met Sammy en Jan. Met de hele familie, hè? Kom maar. Hallo. En Bollo. Ja. Dat is een mooie Bollo. Kijk eens, Luxie. Daar staat een mooie grote kerstboom. Wauw, ja. Ja, hier, ja, inderdaad. Ja. Oh ja, kijk, daar hebben we een zwembad. Daar is het zwembad en ze hebben hier een atelier. Dat ziet er leuk uit. Kijk. En er liggen cadeautjes. Liggen daar nou cadeautjes? Ja, zijn dat nep cadeautjes. Oh, oké. Kijk, en hier hebben we het restaurant. Hier kunnen ook nog een... kijk, Lux, ze kunnen ook nog een balletje trappen. Of een balletje gooien. Zie je dat? Een bowlingbaan. Nee, ik ga mee. Dat was een foutje. Kijk, en hier hebben we het restaurant. Willen jullie drinken, kinderen? Doe maar voor mij een appelsap.
appelsap. Ook een appelsap. Luxie ook een appelsap? Ja, Luxie ook een appelsap. En Sammy, wil Sammy ook wat drinken? Kijk, ja, dat is leuk. Sammy zit erbij. Ze zit maar een klein beetje in de schaduw, hoor. Dat Sammy niet te veel in de zon zit. Nee, dat vind ik heel zo, goed. Dat vind ik ook pas niet zo. Nee, het is een beetje te warm, hè, het pakje. Ja. Oh, wat heb je erbij? Hoeveel anders heb jij van Bollo gekregen? Tosti. Lekker tosti. En Luxie? Ook tosti. Oh, die ook een Bollo tosti. Die heeft Bollo net gebakken voor jullie. En jij, Luan? Melkpoffer. Kijk, daar is het snoetje. Kom even knuffelen, Sammy. Nu mag ik hem wel vasthouden. Ja, even met Luan knuffelen. Oh. Vasthouden. Oh, Sam. Gezellig hier, Sammy. Heel gezellig dat Sammy erbij is. Er zijn weinig hamsters die mee op vakantie gaan. Ja. Luxie. Oh, Luxie, wat was die? Deze? Speciaal is die lekker, Luxie? Een beetje onder elkaar. Oh, kom maar, handjes schoon. Maar weet je wat, Sammy is ook altijd handigste. Handigste wat stroom maakt. Stroom. Zand. Ja, Sammy gaat dan rollen, hè, in het zand en dan wordt hij weer schoon. Een tandbal. Ja, dat klopt. Wel een beetje omnet. Ja, ga jij ook zo rollen met je snoetje? Dan krijg je weer een schoon snoetje. Nou, eventjes wat inkoopjes doen in het supermarktje, want je hadden niet heel erg veel meegenomen. Oh, papa. Dus we gaan eens even kijken of... We gaan eens even kijken of we boodschapjes kunnen doen. Want we kunnen nog steeds niet in ons past huisje. Past nog in de auto dan? Dus dat past nog wel misschien op het dak. Dat moet nog op schoon. Op het dak. Nou, op naar het Bollo supermarktje dan. Ja. Sammy die loopt tussen Luan en Lucilla in. Ja. Nee, Sammy hangt er tussenin, hè. Nou, op naar het winkeltje. We zijn even in het winkeltje. Even wat boodschapjes in doen voor de week. Ja, wat kaas hadden we nog nodig. Kijk eens. En dan mag je die middelste pakken. Die kaas. Die? Ja, die doe er maar in. Heel goed. Keurig. Luxie ook iets pakken? Luxie de chocomel? Ja, noem maar in het karretje. Ook een beetje slagroom. En een beetje slagroom erbij. En een beetje slagroom erbij. Heel goed. Daar is Bollo. Hallo Bollo. Hallo Bollo, wat leuk je weer te mogen zijn. Ja. Luxie. Ja. Ja, wat leuk. Je hebt een mooie supermarkt op Bollo. Een mooie kerstmis heeft hij. Hele stoere kerstmis. Bollo komt jullie helpen met de boodschap op de mand leggen. Dus ik ga met Bollo eventjes de boodschapjes halen. Zo, kijk. Is het mandje leeg, Bollo? Goed zo. Oh, Lucilla, Bollo is sneller dan jullie met het mandje. Nou, zeg maar bedankt, Bollo, voor het helpen met de boodschappen doen. En we zien je snel, hè? Oh. Leuk. Nou, tot gauw. Doei. Oh, jullie mogen ook mee. Sammy erin. Ja, Sammy zit er al in, ja. Nou, Luxie. Luxie heeft nog een lekker croissantje gekregen van Bollo. En we zijn aangekomen bij ons huisje. Dit is ons huisje. Deze laatste week van onze kerstvakantie. En we gaan eens even kijken hoe het huisje er binnen uitziet. Het ziet natuurlijk wel heel schattig uit, een huisje in het bos. Ja, dit is het huisje. Dit is het huisje. 139 zitten we in. Oh, en dit is ons knusse woonkamertje. Kijk, het is zielig. Ja, hier hangt de televisie. En het open haartje. En een gezellige bank. En oh, kijk dan. Gezellige tafel. Allemaal lekkere spulletjes. Dat is grappig. Oh, daar boven een raampje. Dat is leuk, kinderen. Oh, nog een slaapkamer. Lekkere handdoekjes en badjasjes en lekkere slofjes. Oeh, hier slapen papa en mama. Oeh, dit wordt ons huisje hier, hè? En waar gaan jullie? Ja, Luxie heeft de koelkast al gevonden. Grappig, hè? Kom, gaan we eens even boven kijken. Hier hebben we een slaapkamer. Hier Ook nog daar een bedje ook nog. Hier hebben we ook nog een slaapkamer. De hele woonkamer op een ja. Hier. En een bedje voor Luxie. Papa en mama slapen hier met Luxie. En dan slapen we daar nu dus. Ja, dat is gezellig. En zoals jullie wellicht al een beetje hebben gehoord vandaag, komt er ook nog een visite vandaag. Want mijn zusje die in Engeland woont, die komt met haar man. En met haar man en haar, en haar dochtertje Danai, dat is ons nichtje. Die komt hier ook heen en die komt hier een dagje mee logeren. Ja, die komen straks aan. Die gaan papa straks van het station ophalen. Ik zie geen
Dat is een hele mooie kerstboom, schatje. Goed, hè? Nee, mag jij erop zetten, goed? Maar hun komen dus ook één nacht hier bij ons logeren in het huisje. Dus die kunnen dan lekker beneden liggen met hun dochtertje. En wat doen we altijd als we in een huisje komen? Als eerste altijd, de verwarming aan. Ja. Oh, Luan, hadden we dit nog niet gezien? Nee. Kijk, hier hebben we de badkamer. Met een lekker bad. Kunnen ook nog met z'n allen lekker naar zo'n bad. De auto is leeg. Ik ga tante Iris met de baby en haar man ophalen. Oké, tot zo. Tot zo. Woesel en Pip die zitten ook heerlijk hier in het voortuintje. Lekker in het zonnetje buiten. Kunnen we ze ook lekker goed zien hier vanuit het raam, vanuit de kamer. Lucy, wat doe je nou? Gelukkig zat Sammy er nog niet in. Maar we gaan even de kooi van Sammy mooi maken. Zodat we natuurlijk als eerste... Ja, die. Zodat we natuurlijk als eerste even Sammy in de kooi kunnen gaan zetten. Want die zit nu al een heel tijdje in dat kleine kooitje. Nee, oh, wat is dat? Doe maar dicht. Kom, zullen we een kooitje gaan mooi maken? Nou, Luxie vindt het leuk om met een deurtje te spelen. Dat is nu natuurlijk niet zo erg. Maar als er straks hout en vuurtje in zit, Luxie, moet je dat niet meer doen hoor. Kijk, jullie staan op dit kacheltje. Ik heb trouwens ook de kerstpompjes meegenomen van thuis. Wel even leuk om een klein beetje de kerstsfeer eventjes met ons mee te nemen in het laatste paar dagen in het nieuwe weekje van het nieuwe jaar. Maar we gaan eerst eventjes de kooi mooi maken. Kijk, Luxie. Ja, en ik doe even de skinplakketje eraf. Plakketje eraf. En dan hebben we dit frummelspul, zoals Luan het altijd noemt, hebben we meegenomen. Dat gaan we in de bak doen, hè? Ja, frummelspul. Het frummelspul, zegt Luan altijd. We gaan lekkere holletjes graven. Hier op vakantie, dan voelt hij zich ook een beetje thuis, hè? Ja. Van het frummelspul in het huisje. Luan heeft hier het mandje meegenomen waar alle spulletjes in zitten voor Sammy. We hebben natuurlijk het borsteltje voor Sammy. Super schattig. Daar borstelt Luan hem altijd mee. We hebben hier lekkere snoepjes voor Sammy. Oh, je had zelfs ook je zand meegenomen, ja, liefje. Voor alle zekerheid. Oh, maar we hebben geen bakje voor het zand, schatje. En we hebben hier nog lekkere koekjes. Heb je ook het eten meegenomen? Eten, ja. Kijk eens in de koffer, Luan. Heb je ook het eten meegenomen? En de bal. Oh ja, heel goed. Ook de bal, omdat hij natuurlijk hier niet zo heel veel ruimte heeft, gaan we hem ook lekker in de bal laten, hè? Ja. Dat is ook wel handig. Wat een mooi vakantiekoortje. Ja, dat is het vakantiekoortje van Sammy. Even wat lekker eten erin doen. Je kunt niet aan het vuurdingetje zitten, hè, liefie? Straks zit er vuur in. Dan doet het ouwe in de handjes. Ga je Luan meehelpen? Waar is Sammy, Luxie? Waar is Sammy? Waar is Sammy? Ga eens kijken. Is hij daar? Ga eens kijken dan. Waar is Sammy dan? Probeer er af te leiden. Ja, en het lukt. Ja, waar is Sammy? Is daar Sammy? Ja, zullen we Sammy er zo uithalen? Hallo. Jouw huisje is al bijna klaar. Jouw huisje is bijna klaar. Ja, pak Sammy maar zachtjes eruit. Ja, Sammy zachtjes eruit. Kijk, en dan doen we Sammy in zijn mooie vakantiekooitje. Dat is mooi, liefie. En dan die erop. Ah, kijk eens, jongen. Grandioos, kerel. Wat fantastisch. Ja. Nou, super. Klikken. Nou. We moeten even alles gaan ontdekken. Zie je Sammy lopen? Even kijken, kunnen we deze openmaken? Kijk, Sammy. Dat is een leuk vakantiehuisje, Sammy. En moeten we hier nog even water kijk, in? Kijk, daar is het ratje. Sammy, je kunt ook in het ratje, hè? Ja, dan kan je het overal heen lopen. Oh, kijk. Dat is leuk. Mama, in ja, wat hier is er? Zit dat dingetje. Oh ja, en het waterflesje er nog nee, even bij. Dacht, wat is dit raar. Superleuk. Nou, moeten we hier een liter water in? Een liter water. Ja. En Lucilla zit lekker te chillen voor de tv. Oh, kijk dan, hoe schattig. Luan. Kijk dan, Lucilla. Hij zit in zijn ratje. Lief, hè? Ga hem even drogen. Luan even het flesje erbij. Ratje. Ja, leuk. Dat vindt hij in ieder geval leuk. Nou, het ratje heeft hij gevonden. Oh, super schattig. Dan gaan we Sammy wel even op een rustig plekje neerzetten. Dat Sammy even een beetje kan bijkomen van de reis natuurlijk. En dat ze die woesele Pip Sammy niet zien. Heb jij een huisje gevonden? Sammy. Hij heeft het spul helemaal ervoor gedaan. Ja, oh, daar zit hij. Hey, heb je het huisje gevonden? Oh, Sammy. We hebben daar ook nog het kerststerretje neergelegd. Luan, ja. Kan die daar ook nog lekker aan knabbelen? Dan gaan we eens even kijken waar we de kooi gaan neerzetten. Ja, op de slaapkamer. Op de slaapkamer. Hou jij het mandje vast? Ja, neem je de mandje maar mee met de lekkere eten erin voor Sammy. Hier kan je dan Sammy zien. Dat is een mooi rustig plekje voor Sammy. Zie je dat? Luan, kijk. Ja. Ja, dat is het borsteltje van Sammy, hè? Luxie speelt even de tafel. Ze is een taalpop. Verstopt je aan het doen. Wat doe jij, Luxie?
Nou, ik weet het niet. Maar ga nu even naar Lua. Lu, wat ben jij aan het doen? Niet echt iets wat je... Maar ik ben even alles anders klaarzetten. Oké. Zul jij film nu de... Ondertussen hebben we het huisje lekker uitgepakt en Leon heeft de Bollo-disco opgezet, jongen. Egeltje erbij en Bollo erbij, wij zijn vriendjes. Vriendjes. En een netje zoals de dol met de zon op onze bol. We hebben samen heel veel lol. Egeltje erbij en Bollo erbij, wij zijn vriendjes. Oeh. Het is zo la 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 la. Hallo! Hallo! Is het welkomcomité? Hallo! Hallo! Kom lekker naar binnen! Oh, wat gezellig, kom in ons huisje! Papa gaat even het open haartje aansteken samen met Lua. En dat is een heel leuk blokje, want die steek je aan twee kanten aan. Dat is gezellig, hè? Dat is fijn. Nou, Lucilla willen natuurlijk even Sammy laten zien. Birdie, nee, het is geen birdie. Het is nog een birdie, maar ik wil het geen vogeltje, is een hamster. Het is heel lekker. Dat is Sammy. Zie je oogjes? Eyes. Eyes, good girl. Kan je zeggen hamster? Kun je zeggen hamster? Lekker. Nose, goed zo. Ja, want de Nai die praat Engels, hè, Leon en Lucilla? Ja. Want ze wordt Engelstalig opgevoed. Wat is dat, Luxie? Nou, ze is er al aan begonnen. Was hij voor haar? Oh, die had je al gegeven. Oh. Wat is dat, Luxie? Is dat een cadeautje? Balance? Dankjewel. Een grote dobbelsteen. Is dat nou een mooi knuffeltje voor jou? Die had Lucilla uitgezocht voor jou. Het is een handpoppetje, hè? En een handpoppetje is dat. Wat is dat? Liepen Janneke is zo vies. Ja, Luxie vindt dat ook zo leuk. Ik denk, dat valt, vindt ze gast ook leuk. Oh, ik heb een cup of tea. Dit is mooi. Ken je Jip en Janneke? Ja, ze kent Jip en Janneke nu wel. Ja, en je zegt thank you. Ja, ze zegt thank you. Ze zegt gewoon thank you. Schatten. Die had Luxie uitgekozen. Dan kan je een beetje met puzzelen beginnen. Ja. Een puzzeltorentje. Oh. Wat leuk. Nou, gezellig. Alsjeblieft. Hé, hey, het is een meisje gaat spelen met het taartje. Een kleine lieve meisje. Ja. Super schattig. Ze zit te spelen. Een tekenrandje. Denai. Denai. Nee, die is ook nog van jou. Ja, geef Denai maar een kopje thee, Luxie. Geef Denai maar een kopje thee. Vraag maar weer een kopje thee. Een kopje thee. Lekker kopje thee? Een kopje thee. Cup of tea. Luxie, een cup of tea. Please. Tea, please. Nee, Lucilla heeft een losse tand. De eerste losse tand. De tea is gevallen. Oh, de tea. Wandelen naar het restaurant. Heb je nog een leuk bashuisje? Tot. Dit is een leuke familietafel. We zitten gezellig met z'n allen aan de bollo-tekening. En alle kindjes zijn de bollo-tekening aan het maken, Lucie. Zie je Priscilla ook om een bollo tekenen? Goedie joh. Gezellig. Gaan we eens even kijken wat bollo-buffet open is, Lucie. Oeh, Leon en Lucilla zijn hier al aan het scheppen. Kijk.
Hier hebben we het Bollo buffet. Ja. Dat ziet er lekker uit. Ik zal maar eerst een bordje pakken. Kijk, hier heb je Bolloze borden. Kijk eens, Luxie. Kan jij een wasje op je broodje doen? Op je bordje? Kijk, doen we zo. En dan knijpen we hem dicht en aan. Hoppatee. Kijk eens, Luxie heeft nog wat doppertjes erbij. Oeh, dat is een lekker bordje van Luxie. Alsjeblieft, schatje. Nou, de kids gaan als eerst. Eet smakelijk. De zusje sluit af met hemelse mannen. Bon appetit. Kijk, we zijn allemaal. Zijn we wel bij het restaurant. Doei. Vond je dan weer een leuke vlog? Doe even daar. Dankjewel. Vergeet niet te abonneren en klik hier op het belletje. We zien jullie morgen weer. En nieuw. Doei. Doei. Voeg je hart, bonbon mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bonbon mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bonbon, bonbon, bonbon mee. Dans mee en blijf niet staan.